En inmiddels bij mij in de studio, ze is pas 17 jaar. Ze begon op jonge leeftijd met piano en zingen en heeft zich inmiddels ontpopt tot een ware dance producer. Ze wordt nu al geroemd als de nieuwe Martin Garrix. Ladies and gentlemen, Sophie Francis! Zo, goedenavond Sophie. Hoi. Ja, ik heb research gedaan, maar ik kon nergens... Heet je echt Sophie Francis? Nee. Hoe heet je echt? Ja... Of wil je dat niet zeggen? Nog niet, want ik heb al best wel veel stalkers op dit moment. Oh, echt? Dus van... Maar dat is, daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Want als je een jongen zou zijn... Want je bent 17, je bent DJ, het gaat steeds beter, hartstikke succesvol. Kijk, als je een jongen bent, dan heb je wel meisjes achter je aan, maar... Als meisje is dat toch anders, hè? Je hebt in één keer meteen diehards die overal op gaan zoeken en zo. Ja, dat is best wel eng. Ik krijg sms'jes met... Ha, ik zei toch dat ik je zou vinden? En dan zo van, oh... En hebben ze in één keer je nummer gevonden of zo? Nee, gewoon mijn Facebook. Oh, echt? Ja. Maar ik neem aan dat, je hebt een beetje nadelen van het langzaam bekender worden, maar ook veel voordelen. Ik neem aan dat de voordelen toch wel zwaarder wegen. Ja, die wegen veel zwaarder. Want vertel eventjes, je bent nu hoe lang bezig met muziek produceren? 2-3 jaar. En hoe begon dat? Ja, met een schoolproject. Ik ben begonnen... Ja, in mijn school moet je een project doen om naar de laatste 2 jaar te gaan. En zo ben ik begonnen met DJ'en. Maar wat voor opleiding is dat dan? International School. Oké. En toen dacht jij, ik ga ermee beginnen en dat beviel zo goed. Ja, eigenlijk wel. Het ging ook veel sneller dan ik had verwacht. En ik vond het veel leuker ook dan ik had verwacht. Dus ik zei, oh, ja, vet. Maar is het dan zo, weet je wel, wat was het moment dat je een beetje dacht van, nou, misschien kan ik wel iets verder hierin en misschien ook wel een platencontract krijgen? Of was het eigenlijk, gebeurde die dingen maar gewoon een beetje? Ja, het gebeurde gewoon allemaal een beetje. Ik begon in een lokale kroeg in Roy, waar ik woon. En van een lokale kroeg waren de mensen die vroegen me voor een line-up met een paar andere DJ's. En daar waren ook mensen. En die zeiden, ja, kom je paaspop draaien? En ik zo, is goed, weet je wel. En vanaf daar zijn steeds grotere festivalen geworden en steeds grotere dingen. En... Ja, maar ik zie filmpjes van jou. Dat jij gewoon inderdaad onderweg bent naar Ibiza en dan gaat ze daar naartoe. En de grootste podia. En ja. Je staat daar ook een beetje dat publiek te bespelen als een soort... Ja, nou ja, gewoon als een ster, weet je wel. Waar komt het vandaan? Ja, ik weet niet. Dat doe ik... natuurlijk eigenlijk. Ja, ik ben niet echt nerveus als ik op podium ga dan. Of ja, daarvoor vaak wel, maar als ik dan eenmaal opstap, dan eigenlijk helemaal niet meer. En dan is het gewoon, doe ik gewoon wat ik doe. Ja, ik vind het echt heel erg cool. Je hoorde net al de vraag van Jori, die belde eventjes in. Ja. En die wilde onder andere natuurlijk weten, heb jij nog tips voor jonge beginnende producers? Want jij bent zelf, zit je natuurlijk in dat schuitje. Gewoon echt helemaal jezelf zijn. Want ja, als je erop gaat en je probeert iemand anders te zijn, dan straal je iets anders uit. Dus als je gewoon jezelf bent en je gaat draaien en... Ja, wat ik te doen, ik ben veel te energiek op het podium. Ik sta te springen en te roepen en te dansen. En ja, als je gewoon jezelf bent, dan vinden mensen dat leuk. Wel, hoe is deze eerste track tot stand gekomen? Want Walls is nu uit, dat is een beetje je eerste echte radioplaat. Ja. Hoe is dat zo? Ik was eerst heel erg aan het focussen op clubhits. Ja. Want ik draaide zelf ook heel veel in clubhits. Ja, in clubs. En ik wilde gewoon echt iets vets wat je kon draaien daar. En toen kreeg ik wat feedback van een paar grotere artiesten. En die zeiden van, je moet gewoon maken ook wat je zelf wil. En toen Walls zat eigenlijk al in mijn achterhoofd. En toen dacht ik, weet je wel. Als van die grote mensen het zeggen, dan moet ik het ook echt doen. Dus zo eigenlijk. Wat vet. En hoe ben je dan bij die zanger gekomen? Via eigenlijk. Ja, ik vind het wel echt een heel cool verhaal. Weet je, je bent 17 jaar, je bent een meisje, je bent aan het produceren. Dat gaat hartstikke lekker. Je hebt samen met Martin Garrix opgetreden. Ondertussen staat bijna ieder weekend wel volgeboekt met een optreden, toch? Ja. En ook steeds meer buitenland en alles erop en eraan. Ja, dat is echt vet. Maar, groot probleem. Ik zit op school. Je zit in je examenjaar. Ja. Nee, maar echt? Ja. Hoe is dat? Dat is toch helemaal niet te combineren? Ieder weekend draaien en nog leren voor je... Hoe dan? In het vliegtuig. Nee, maar echt? Ja, jij zit in het. Nou, jij zit dus in het vliegtuig onderweg naar een optreden. Zit jij met je boeken een beetje... Ja. En hoe schat je je kansen in dan wat betreft de examen? Want ik zou dan zeggen, dan... op dit moment gaat het nog wel goed. Eigenlijk, maar niet... Ja, het gaat goed, maar weinig slaap.
Maar je bent ook niet echt van plan om ermee verder te gaan, hè, met de studie. Tenminste, als jij fulltime de muziek kan doen, dan... Nee, ik probeer wel dit jaar af te maken, maar daarna ga ik fulltime muziek, 200%. Wat vet, hoor. Ja, wie zou je nou... Je hebt nou een keer met Martin Garrix opgetreden. Heb je dromen, wensen, als jij met iedere artiest de studio in kan duiken? Hoeft niet eens per se een DJ te zijn, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet. Nee, geen maar bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind zoveel mensen vet. En zoveel mensen dat ik echt denk van, oh, daar wil ik wel de studio in. Dus Oké, maar moet ik dan meer denken in de hoek van Rihanna? Of meer in de hoek van de jongens van Coldplay? Of juist meer helemaal iets anders? Of... Ik wil het allemaal sowieso een keer proberen. Dat maakt jou echt helemaal niet uit. Nee. Er komen ook veel complimenten binnen over je nummer. Yes, dit is echt een hit. Blijf draaien. Wauw, gave track is Walls. Lekker toffe beat. Wat een topnummer. Mag van mij al vaker op de radio. Jori, die vroeg net trouwens nog. Behalve, heb je nog tips voor jonge producers? Mix je eigenlijk wel live? En ik kan me wel voorstellen, dat is bij... Kijk, sowieso bij alle DJ's is dat altijd een discussie. Hè? Bij David Guetta en Tiësto en iedereen. Kijk ze altijd van, ja, staat hij wel echt te mixen? Of is het gewoon een opgenomen bandje? En bij vrouwelijke DJ's is dat nog heel veel meer, denk ik. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik krijg af en toe weddenschappen of ik echt draai of niet echt draai. En hoe gaat het dan? Komen ze zo op je handen meekijken? Ja, dan kijken ze in één keer over mijn schouder mee. En dan kijk ik om en dan ga ik hoi. En dan gaan ze hey. En dan lopen ze weer weg. En denk van ja, oké. En dan uiteindelijk verliezen ze die weddenschap. Tenminste, degene die wedden dat je niet live draait. Want je staat iedere keer wel gewoon live te mixen. Ja, ik sta live te mixen. Ja, ik vind dat echt heel erg cool. Heb je nog hulp gehad? Of is het gewoon slaapkamerwerk en een beetje... Nee, ik moest het dus voor dat schoolproject doen. Dus ik moest binnen een half jaar moest ik allemaal skills ontwikkelen en dat soort dingen. Dus ik ben uiteindelijk... Ik wil, ja, ons pap draaien. Ja, ik zo, ja pap, jij kan het wel leren. En pap, ja, ik ga jou niet leren. Jij moet dat gewoon echt goed kunnen. Dus toen... Ja, heb ik een DJ-school opgezocht. En ja, met nu een hele goede vriend, Bram. Ja, heeft hij mij alles geleerd eigenlijk. Ja, het is een heel stoer verhaal. Je gaat een hele drukke winter en daarna waarschijnlijk ook zomer tegemoet. Walls is nu uit. Die kan je nu overal downloaden via iTunes en streamen op de streamingdiensten. Wanneer zie ik je weer terug? En waar laten we... Nou, nee, weet je. Ik ga het anders zeggen. Wij zien elkaar over een half jaar terug. Sowieso. Is goed. En wat heb je dan bereikt, wat er nu nog niet is? Ik hoop sowieso nieuwe tracks. Of ja, nog meer tracks. Ik hoop op veel plekken te gedraaid te hebben. En ik hoop mijn examens gehaald te hebben. Ik neem aan dat jij ook wel in Amsterdam te vinden bent tijdens het Amsterdam Dance Event, hè? Ja, we hebben een bus gehuurd. Ja. Of ja, gesponsord gekregen. En daar hebben we een super vette line-up. En die rijdt door Amsterdam mee naar alle vette venues en dat soort dingen. Heel erg cool. Dan komen we elkaar misschien nog wel tegen tijdens het Amsterdam Dance Event. Zoals ik zei, de single Walls die is nu overal te downloaden. Tot slot, de vraag die een aantal keer binnen is gekomen via de app. Los van alle complimenten die je krijgt. Onder andere van Tim... Nee. Onder andere van Timothy. Heb je een vriendje? Ja. De avondploeg.